Als hoofd jeugdopleidingen is Ernest Faber bij PSV vooral achter de schermen aan het werk om bij te dragen aan het succes van PSV. Maar na het vertrek van Mark van Bommel moest hij toch het eerste elftal gaan trainen. Echter gooide COVID-19 roet in het eten. Hoe ging hij om met deze omschakeling? Heb je eigenlijk voor elkaar dat we niet alleen zijn gaan samenwerken, maar dat we vooral zijn gaan samenwerken om elkaar vooral beter te maken. Ja, en dat zie je ook, zag ook de laatste wedstrijd, dan win je ook slechte wedstrijden in moeilijke omstandigheden. Ja. Daar hadden we dat eigenlijk voor elkaar en dan in één keer weer van de een op de andere dag mag je elkaar ineens meer aanraken, ineens meer zien. Voetbal is een team- en een contactsport. Hoe zien die trainingen er dan ineens uit? En je komt aan, je volgt een route, je maakt schoon, anderhalve meter afstand. En zo ging het de hele dag door. Niet douchen, 6 kleedkamers. Waarin je eerst ook als trainer zei, ja, je moet er kort op zitten, was het nu vooral uit elkaar. En dan is het mooi om te zien dat jongens na een bepaalde periode elkaar weer zien en tegenkomen. Dat ze eigenlijk naar elkaar toe willen sprinten van, hey, dit is wat ik gemist heb. Ja. Dus het is ook mooi om te horen dat in tijden dat het echt tegen zit en je op jezelf zit, realiseren ze pas echt wat ze missen. Eendracht maakt macht is de lijfspreuk van PSV. Dit zit echter ook sterk in het DNA van deze regio. Dat samenwerken vinden wij enorm belangrijk. Waarom is dat hier zo sterk voelbaar? Het zit in de manier van denken. Ja. Het gemoedelijk is het natuurlijk een beetje in een zachte G, wat dan iedereen aangeeft. Als je bijvoorbeeld in Groningen komt, ja, de taal is allemaal wat, ja. Een gezellige taal, weet je wel, een gezellig accent. Maar intussen zijn we de slimste regio van Nederland geworden. We hebben ongelooflijk bedrijven die een monopolie hebben ontwikkeld wereldwijd. Ja. En heeft de Brabant ook wel een beetje naam van, ja, opletten. Het is wel gezellig, maar als het in die zin, klappen ze erop. Ja. En dat laten we dan zien in kennis en kunde en ook prestaties. Van nou, de Brabantse bescheidenheid. En laat eerst maar zien dat je en dan word je wel, dan kun je wel praatjes hebben. Dat is ook de omgeving. We hebben de ruimte, we zitten niet op elkaar geplakt, we zitten veel in de natuur, het is heel erg groen. En we hebben daar mooi, met alle kerndorpjes, alle infrastructuur die we hebben, veel universiteiten, veel experts en culturen die elkaar vinden. Hè. Dus het is vooral in culturen, denken wij. Ja. En daar hebben we ook een eigen Brabantse cultuur in ontwikkeld. Alle buitenlandse spelers, zeker met kinderen, geven aan dat als ze hier zijn, is het, het is relaxed. Je wordt opgevangen, je wordt geholpen, kinderen willen eigenlijk niet meer weg. Het liefst willen ze hier blijven. En misschien wel het mooiste wat de Brabant doet. De Brabant geniet ook van de mooie dingen in het leven. Metropoolregio Brainport-Eindhoven heeft nu een partnership met de club. Deze combinatie voelt heel logisch. Beide vertegenwoordigen namelijk de kracht van deze regio. Is het samenbrengen van de gezamenlijke kwaliteiten uniek ten opzichte van andere topclubs? Ik denk de combinatie zoals wij hier zitten op de hertgang, dat is een campus. Diverse onderdelen van de ontwikkeling waarin we ook de profs hebben voor absoluut resultaat. Dat is vooral korte termijn, daar moet jij presteren. Maar we hebben ook zeg maar, een academy waarin je vooral ontwikkelt. We hebben ook afdeling van PSV-vrouwen. Nou, in de toekomst komt er een Sport Science Center bij. En dan de omgeving waarin we zitten. Het is een beetje de slimste regio van Nederland. Economisch middenpunt van het land waarin we wonen. Het mooiste is wat je ziet bij PSV, is dat de topmensen van alle grote bedrijven samenkomen met jonge talenten van onder 12, 13, 14, 15. Het fundament komt bij elkaar. Je hebt diverse kwaliteiten van mensen die veel ervaring hebben, iets hebben bewezen, veel talent hebben. Maar van allerlei richtingen, leeftijden, maakt niet uit. Alles wordt verzameld in de club en de opening van ons nieuwe onderkomen, ja, gaf dat eigenlijk weer. Dat je van allerlei sponsoren had je, de grootste CEO's, echt superslimme mensen. Die kundig zijn, die hebben gepresteerd op het allerhoogste niveau, allerhoogste druk op diverse vlakken. Ja, dat brengen wij samen en dat maakt ons in mentaliteit diverse kwaliteiten in huis halend en die ook de club PSV ondersteunen. Maar dus wel uniek ten opzichte van andere clubs. Nu Ernest weer volledig verantwoordelijk is voor de Academy van PSV, ben ik benieuwd waar voor hem nu nog de uitdaging zit. Ik heb 5 jaar getekend voor die academie om daarin een omgeving van ontwikkeling te creëren, waarin we zeg maar, bijna wachtlijsten hebben van toptalenten. Waarin iedereen, ja, verdomme, ik wil graag bij PSV werken, want dan heb ik de kans om
in een soort universiteit van voetbalontwikkeling, maar ook daarbuiten, te kunnen ontwikkelen als een van de beste op mijn vakgebied. En dat voor elkaar hebben we heel erg goed gedaan, want dan weet ik zeker dat we echt de maximale doorstroom het eerste hebben vanuit het voetbalgebied, maar dat ik ook doorstroom heb van fysiotherapeuten, van chauffeurs, van materiaalmensen, van hoofdopleidingen. Ik voor elke functie ook weer een mooie opvolger heb klaarstaan. Dus die academy is eigenlijk, zeg jij, in die zin veel groter dan alleen maar het spelerstalent? Ja, omdat de omgeving waarin het talent opgroeit, daarin moet die zien dat iedereen die daar werkt bezig is om één, zichzelf goed te ontwikkelen. Je wil de beste zijn van de wereld op zijn vakgebied. En twee, dat hij ook probeert anderen daarbij te helpen om hetzelfde doel te bereiken. En waar wij eigenlijk wel formeel worden afgerekend op wat we het eerst afleveren. Want dat is natuurlijk het kapitaal wat we hebben binnen de club. Elkaar beter maken. Dat is toch wel de boodschap. Niet alleen bij PSV is dit belangrijk, maar ook bij iedereen die onderdeel is van de Brainport-regio. Ernest hoeven we dat niet meer uit te leggen. Hij voelt de samenwerking tussen Brainport en PSV al als een absolute meerwaarde. Misschien dat we met andere technologieën gaan werken of zo, dat er anders gepland gaat worden. Maar we blijven de chauffeurs houden, de vrachtwagens die moeten vol en daar zal niks aan veranderen. Thank you.